Hoe schoon moet het water in de sloot zijn? En hoe hoog mag het water staan in een bepaald gebied? En hoe gaan we om met de klimaatverandering? Nou, over die vragen mag jij meepraten als bestuurslid van Waterschap Onderste Delta. Hoe dat precies werkt, dat gaat dijkgraaf Jan Bonjer haar fijn uitleggen. Hey Thomas. Hey Jan, hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Jan, jij bent dijkgraaf en dat is eigenlijk de burgemeester van een waterschap, als ik het goed zeg. Ja, dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur van een waterschap. En wat doet een waterschap precies? Een waterschap, in ons geval voor de 7 Zuid-Hollandse eilanden, zorgt voor veilig water. Denk aan het instand houden van stevige dijken. En zorgt voor schoon en gezond water. Denk aan de rioolwaterzuivering. Ja, en waarom is het werk van het waterschap zo belangrijk? Nou, zeker ten tijde van de klimaatcrisis kunnen we alleen op een veilige en een gezonde manier blijven leven in die zuidwestelijke delta als de waterschappen dag en nacht hun best doen. Dus dit is de vergaderzaal? Ja. En Jan, stel nou dat ik bestuurder wil worden. Hoe doe ik dat? Wat moet ik daarvoor doen? Ja, allereerst heel erg leuk dat je die belangstelling hebt voor de toekomst van onze 7 Zuid-Hollandse eilanden. Kom naar de informatieavonden die we samen met ProDemos organiseren en dan weet je of het bij je past. En ik vind het heel erg leuk dat je daaraan gaat deelnemen. Dus ik zou zeggen, welkom. Oké, nou, dan weet ik wel met de hoe staat. Ik zie je komen. Dankjewel. Nou, wil jij bepalen welke rol water in jouw omgeving heeft? Meld je dan aan voor de cursus Actief voor het Waterschap. Wil je meer weten? Ga dan naar www.wcd.nl/actief voor het waterschap voor meer informatie en om je aan te melden. Succes!